Jaren geleden had ik een coaching sessie met een ondernemer en die is me altijd bijgebleven als Theo met de tak. Theo, dat was een ondernemer en die was zo pissig op de hele wereld. Zo van, het lukte hem niet om zijn bedrijf helemaal neer te zetten zoals hij dat wilde. En hij liep ook telkens tegen de gekste dingen aan. Nou ja, zijn pissigheid die omvatte heel veel zaken en daar hadden we dus over. Ik zeg, nou, kijk eens om je heen en wat zou nou staan voor jou, voor die boosheid in jou? Want dat is nogal een kluwe. Nou, hij kwam met een hele grote tak aan waar heel veel dode stukken aan zaten. Maar die voor zijn gevoel wel weergaf waar die boosheid allemaal over ging. En het was best wel een grote tak, maar ik vroeg hem van, nou, hou hem eens vast en we gaan verder wandelen. We hebben nog verder over jouw onderneming en wat je dan wel wil. En hij liep steeds met die tak achter hem, zo schoof hij die tak achter hem aan. Was op zich best wel een zwaar ding, dus af en toe stond hij even stil, even weer opnieuw vastpakken. En op een gegeven moment vroeg ik hem van, ja, hoe is dat nu om steeds met die boosheid in de vorm van de tak rond te lopen? Ja, dat was toch best wel zwaar, zei hij. Hij zei, ja, het is ook niet echt handig, want ik ben helemaal niet meer ik kan geen kant op, ik ben helemaal niet flexibel meer, dus het is niet zo fijn eigenlijk. Nee, dat was wat het van binnen ook met hem deed natuurlijk, met die boosheid. Hij zat erin vast. Maar we hadden er op een gegeven moment een hele tijd over gesproken, over wat het dan allemaal inhield en wat er dan allemaal in die boosheid zat en wie hij boos was en nou, noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment, aan het einde van de sessie, vroeg ik hem van, nou, wat zou nou een goede plaats zijn om die boosheid neer te leggen en hem ook werkelijk achter te laten? Neem er ook even je tijd voor. En hij legde hem op een heel mooi heuveltje, een prachtig heuveltje. Misschien was het wel een mierenhoop of zo. Nou, daar werd die tak op gelegd en we namen wat afstand en nog even de laatste conclusie die daaruit trok was van, goh, voelt toch wel lichter eigenlijk. Zeg, ja, en wat waar staat dat heuveltje dan voor waar jij die tak op hebt gelegd? Daar moest hij toch wel even over nadenken, maar op een gegeven moment zei hij van, ja, eigenlijk ben ik ook heel teleurgesteld. Teleurgesteld in mezelf, teleurgesteld in dat het niet lukt en dat ik heb zo hard gewerkt en het is niet gelukt. En dat was eigenlijk de werkelijke pijn die er zat. Zo mooi om te zien hoe dat met een tak duidelijk werd. Dus zo kun je ook nog gebruik maken van de voorwerpen en daar ook fysiek van laten ervaren wat het doet om iemand om iets zo lang mee te sjouwen. Ik zou zeggen, ga dit ook eens uitproberen. Kijk eens wanneer het te pas komt. En ik wens je heel veel plezier.